Hallo, ik ben Martijn, trainer bosbeheer bij Inverde en ik heb een idee. Binnenkort gaan we weer met z'n allen op zoek naar een mooie groene kerstboom. Alleen, deze bomen worden gekweekt in nogal monotone plantages. Groen, dat wel, maar met weinig ecologische waarde. Ik zie veel liever een echt bos, biodivers en bruisend van het leven. Maar zo'n bos komt er niet meteen vanzelf. Het is het resultaat van duurzaam bosbeheer. Alles begint in een jong bos zoals hier. Als we willen dat deze jonge eik bijvoorbeeld later uitgroeit tot een machtige woudreus, dan moeten we de natuur een beetje helpen. Reeds van in het prille begin kiezen we de bomen uit die groot mogen worden. En die geven een speciaal kleurtje. Andere boompjes, zoals dit jong berkje, moeten daar weer plaatsruimen. De gekapte boompjes laten we gewoon liggen in het bos. Maar als zo'n berkentop in de winter zijn blaadjes verliest, zie je eigenlijk wel dat hij een mooie vorm heeft. Een beetje zoals een kerstboom. En zo kwam ik op het idee van de Inverde Kerstberk. Ik ben alvast fan en kies voor deze kerstboom. Wil jij ook je eigen kerstberk? Kom dan naar de Inverde stand bij Parkbos Gent.